telefoon gaat over honden. Dus als je niet van honden houdt, schakel uit. Als je denkt van nou, ik ben eens benieuwd wat hij van honden vindt, kan je ook blijven hangen. En we gaan nu een onderdeel bespreken, heet gameness. Nou, dat is een Engelse term. Maar eigenlijk betekent het de bereidheid door te gaan als het tegen zit. Een voorbeeld daarvan uit de natuur. Een mannetjesleeuw heeft een groep leeuwinnen om zich heen. Die jagen normaal voor. Hij beschermt de groep met name tegen andere mannetjesleeuwen. Zodat ook zijn nakomelingen kunnen opgroeien. Want wat gebeurt als andere leeuwen komen? Mannetjesleeuwen doden ze vaak. De bestaande welpjes pas ze hun genen willen doorgeven en niet die van de ander. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet handig. Maar wat zo'n mannetjesleeuw vaak doet, die laat zich niet verjagen. Die gaat liever dood, zelfs als er twee boers komen, twee andere mannetjesleeuwen die hem willen verjagen, gaat toch die oude leeuw het gevecht aan. Heel vaak zal het succesvol zijn, ondanks dat hij misschien wel eens in de minderheid is. Maar er komt een tijd dat die leeuw ouder wordt en eigenlijk een piek heeft gehad en dan een beetje naar beneden wegzakt. Maar dan nog gaat hij liever strijden ten onder dan te kiezen om weg te vluchten en dan de rest achter te laten. En wat ik zei, hè, daarmee worden dan al die welpjes gedood. En er gebeuren ook andere dingen. Hij verliest dat, ook de mogelijkheid dat die groep leeuwinnen bij hem horen en dat ze samen kunnen werken. Dat gezegd hebbende, dus hij gaat strijden ten onder, liever dood dan dat hij een gemakkelijke pad kiest. Terwijl meestal in de dierenwereld zo is als het leven bedreigd wordt. Ze toch eieren voor hun geld kiezen. Hè? En het hazenpad letterlijk kiezen. Maar dat zie je dus bij sommige dieren niet. Een ander dier. Een dierenras waar je dat vaak bij ziet zijn de martenachtigen. Die ook in weerwil van echt serieuze competitie. Hè? Of het nou een honingdas is die je giftige slangen of zelfs met leeuwen en luipaarden de confrontatie aan opzoekt. Wat aan zich elke keer dodelijk kan zijn, hè? Maar het liever doet dan het uit de weg gaat. Uitzonderlijk in de dierenwereld. Honden zijn natuurlijk gedomesticeerde wolven, om het zo te zeggen. Een wolf kiest ook meestal liever het hazenpad dan dat ze tot de dood strijden. Het komt wel eens voor dat ook een alfa-wolf flinke dempsies gemaakt op de snelweg. Maar een alfa wolf, ja, ook door anderen verjaagd wordt en dat hij liever de strijden gaat en soms ook zijn leven liever wens op te offeren. Maar je moet je wel beseffen dat als zo'n wolf toch zou vluchten, de nieuwe wolven, de nieuwe alfa wolven vaak zeker voor de onzeker nemen en door of najagen, zeker als ze van een andere groep zijn en dan was nog doden. Dus dan kan of je sterft, hè, terwijl je positie inneemt, de schade terug kan doen, of je sterft vluchtend als een lafaard. De sterven doen ze dan sowieso. En is het dan echt gamers? Want het is niet zoveel een optie. Ja, zo kan je het zien. Maar gamers in de hondenwereld zie je niet veel. Maar er zijn een paar rassen die dus ja, meer op prestatie, hè, net zoals je ook bij mensen ziet. Wie zou voor zijn zijn lol, hè, of voor zijn levensbehoud een verschrikkelijke bokswedstrijd aangaan of een paar achter elkaar. Toch zijn in het verleden mensen geweest die ook dat soort moed hebben getoond en toch niet opgaven. Hè, of tegenover macht streden, zoals de 300 Spartanen bij Thermopylae. Dus er zijn ook, en de mensen zijn er ook voorbeelden, maar mensen hebben ook sommige dieren zo gefokt. Ja, we hebben allemaal gehoord van de arena's waar ook levende tijgers kwamen tegen mensen en vaak stierven. Omdat de gladiatoren bijvoorbeeld wel wapens hadden, de dieren niet zozeer. Misschien een beetje een pantsering, maar dat was het dan. Ze hebben ook niet de intelligentie om er zo goed mee om te gaan. Maar ook de honden dus, de meest trouwe metgezel. Dat zie je veel terug in sommige mastiefsoorten, sommige buldogsoorten. Ja, de buldog was natuurlijk ook wel die de strijd ingaat. Als een relatief klein dier tegen boel, hè, de stier. Nou, als je kijkt in de natuur, wordt een stier nooit gevangen door één wolf, altijd alleen door een groep. Want ja, anders nemen ze veel te veel schade. Maar een buldog doet het wel, alleen. En die buldogen, die hadden dus eigenlijk al die gamers. En die werden soms ook tegen leeuwen ingezet of tegen beren. Berenbijten misschien was gehoord. Bullenbijten was dan op de stier. Maar ook wel tegen elkaar. Ja? En daardoor kwamen ze dus hond tegen hond. Maar als je twee
dieren hebt die allebei niet willen opgeven, natuurlijk een veel zwaardere test dan een dier dat veel sterker is voor de stier, maar uiteindelijk toch eerder eieren voor zijn geld kiest dan bijvoorbeeld de hond. Dus daar zie je het in terug. En dat is in weerwil van vaak hun eigen levensbehoud, dat ze toch bereid zijn niet op te geven. Dat is die leeuwen bijvoorbeeld. Maar je ziet het ook wel vaker bij echt confronterende terriers. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de pettendeel of andere veldterriers die echt de strijd aangaan met weerbaar wild. En dan moet je denken aan grote vossen. Sommige vossen kunnen wel eens 15 kilo wegen, niet dat de gemiddelde vos het weegt. We hebben echt joekels van een vos en sommige plekken hebben ze zelfs rode vossen gevonden over de 20 kilogram. 20 kilogram vos is flink, hè? Maar denk vooral aan de das. Das is natuurlijk weer martenachtige. We hebben het al eerder over de honingdas gehad, of de veelvra is ook een martenachtige. Daar kennen we de Marvel karakter, de Wolverine, hè, wat de veelvra is in het Engels. Want het is heel erg moedig. Maar ook een das, en zeker op zijn eigen trein, is heel moedig en ook heel capabel. Dus het geeft niet op. Niet na een tijdje denk van weet je wat ik laat erbij zitten en ik gooi het beltje bij neer, dat zal het das niet doen. Maar ook ze hebben sterke kaken, dus hele sterke spieren. Per gewicht zijn hij dus een martenachtig het sterkst, van alle zoogdieren qua spieren. En klauwen, hè, waar ze niet alleen meer graven, maar ook ja, vlees en spieren en ingewanden kunnen van elkaar kunnen rijden. Dus kun je je voorstellen dat dat een hele zware tegenstand is. Maar een hond die ondanks dat vooruitzicht, hè, of die weerbaarheid, toch doorgaat. Of een pettendeel die een zwijn stelt, terwijl die maar 8 kilo weegt of 10 kilo weegt, terwijl een zwijn misschien 200 weegt. Geef wel wat aan. Er zijn ook grotere, heb ik al eerder over mastiefs. Een voorbeeld van een mastief wat nog steeds op game is ook gefokt wordt voor sommige toepassingen dan, is de Dogo Argentino, die nog gebruikt wordt voor zwijnen, weerbaar wild, maar ook puma's te vangen. Dat geeft wel wat aan. En dat heb je natuurlijk wel meerdere. Als je hebt ook over bulldoggen gehad. Sommige bulldoggen zitten meer tegen de mastiefklasse aan. Hè. Amerikaanse bulldoggen hebben bijvoorbeeld ook de Scott en Margarita type. Die net als de Dogo Argentino ook voor bijvoorbeeld zwijnenjacht worden ingezet. En ook niet te beroerd zijn om een beer, bijvoorbeeld zwarte beren, te verjagen of aan te vallen. Dat geeft toch wel wat aan. Als je kijkt naar gewichtklasse, een wild dier, wat ja, voor, om te blijven, om te overleven, ook moet doden zo'n beren, dat toch doet. Nou, en de game dus, hè, dat maakt honden natuurlijk voor hun kleine grootte vaak, hè, of ten opzichte van hun grootte, net zoals bijvoorbeeld een bulldog toch de strijd aan gaat met een beer. Zo moet je natuurlijk ook voorstellen dat kleine hond toch de strijd aan gaat ook met een grote hond of iets wat hem kan uitschakelen in ieder geval. Maakt ze toch apart. Dan heb je natuurlijk de honden uit de pit. Die game dus vaak combineren met extreem mensvriendelijkheid. Ja, wat is er namelijk? Je hebt iemand die een hond uitbrengt naast de hoek. Hè, net zoals je met boksen vergelijkt, de supporting hoek. Alleen de supporting hoek met boksen staat buiten de ring. In de pit stonden ze in de ring erbij. Maar ook die van de tegenstander en een scheidsrechter die bij boksen nu bijvoorbeeld ook in de ring erbij staat. En die mochten ze allemaal niet raken. Net als een bokser die uit dan naar de scheidsrechter kan gedisqualificeerd worden. Het zou ook zo zijn als hier bijvoorbeeld zomaar iemand staat van de tegenpartij, kan het best wel gevolgen hebben. Disqualificatie, in ieder geval flink punten aftrekken. Nou, bokswedstrijden wordt vaak gegokt, hè, weddenschappen afgesloten. En zo werd het natuurlijk ook gedaan met die honden boksgevecht, zoals je het wil noemen. Jullie kennen ook de bokser. Met name met de boelenbijten, dus de stierenbijten gefokt. En dat geeft dus al een beetje iets aan van de achtergrond. Dat ook eigenlijk een soort pithond, eigenlijk een soort kanine, dus een hondachtige versie van een prijsvechter, prijsbokser is van de menselijke wereld. Er waren wel regels, net als met bijvoorbeeld boksen. En het ging erom dat ze men weer won zonder gedisqualificeerd te worden. Ja? Dan heb je de terrier, die gaat dus ondergronds. Er zitten niet zozeer regels in, maar ja, de regels worden meer gedefinieerd door diepenwerk. Namelijk een hond die weerbaar genoeg is om dat te doen. Vaak werden terriers juist gefokt die minder confronterend
interpretatie opzochten. Bijvoorbeeld de wittere terriers, denk aan de Fox Terrier of Jack Russell Terrier, die gaan wat op confrontatie aan, maar blijven ook vaak wat meer op afstand, waardoor ze veel minder schade oplopen. Dus dan wat de kans op serieus letsel een stuk kleiner is, daarmee ook de benodigde game een stuk minder. Terwijl de zwartere type, de zwarte blackvel, om het zo te zeggen, van het Battendeel, veel meer wel de confrontatie opzochten. Daarmee ook veel meer schade kregen. Maar de kans, snap van de prooi natuurlijk veel kleiner, want die werd vastgehouden. Ook al deed hij heel lelijk, werd hij toch vastgehouden. Maar daarmee wordt natuurlijk ook de game dus veel zwaarder beproefd. En daarmee heb je tussen hoge en mate. Sommige mensen zeggen ook dat game dus is, bijvoorbeeld bij jachthond, dat hij achter de prooi het game aangaat. Maar dat bedoel ik hier niet. Met een terrier is het vaak wat ze ondergronds werken, dus zonder scheidsrechten en dergelijke. De mensvriendelijke component niet meer zo belangrijk. Toch zijn deze honden heel vaak heel mensvriendelijk. Hoe komt dat nou? Nou, een hond die meer pijn kan verdragen, zal veel minder snel labiel gedrag vertonen. Hè? Dus dat ze, stel dat bijvoorbeeld een kind per ongeluk erop gaat staan, of zelfs expres als je een kind hebt wat nog wat formuleren of slecht opgevoed is, zal de hond veel minder snel uitvallen. Een ander stukje is natuurlijk, als je kijkt naar de oorsprong, al die hele harde honden, of nou de vroege Bulldog, vroege Mastief, Engelse Mastief, Engelse Bulldog, je kent het allemaal wel. Toen ze nog mee werd gewerkt, maar ook de Bull & Terrier, hè, waar dus de pithond ontwikkeling is begonnen. Maar ook bijna alle terrierrassen komen uit Groot-Brittannië. Kijk, en als je daar kijkt, dat die, daar werd dus die mentaliteit, de harde selectie toegepast. Maar dat kun je ook voorstellen natuurlijk dat in terriers die meer confronterend vermogen hebben, natuurlijk ook meer soortgelijke selectie is heeft plaatsgevonden als bijvoorbeeld met honden die in een bloedsport zo gezegd moesten presteren. Hè. Of het nou was om tegen elkaar op de hondachtige manier prijs te vechten. Of bijvoorbeeld prijs te vechten dat ze zoveel mogelijk ratten moesten doden in een korte tijd. En daar, met name dat laatste, was natuurlijk ook een soort van bloedsport. Maar er werden een aantal ratten dat gedood werden gedeeld door het gewicht. Daarmee heb je het liefst natuurlijk zo'n klein mogelijke hond die toch efficiënt ratten kan doden. En dat is natuurlijk ook geschikt voor terrierwerk. Maar de condities eigenlijk, en dan kom ik terug op het verhaal, de condities van, het wel niet zozeer regels met terrierwerk, maar de condities zijn dat normaal één hond naar binnen gaat. Dan heb je twee honden naar binnen, dan duwt de achterste hond de voorste hond verder naar voren. Dan zit hij eigenlijk tussen de hond achter en de prooi voor hem die hem allebei beschadigen. Dan krijgt die hond binnen natuurlijk veel meer schade, dus dat is natuurlijk niet handig. Maar moet het dus ook alleen klaren. En dan zes honden die andere sporten zo gevecht. Maar ook dat hij het moet klaren onder condities die beperkend zijn. Op vijandig terrein. Dat sowieso, maar ook natuurlijk heel erg beperkt waar je doorheen kan. Het was een rol bijvoorbeeld van een vos of van een das, van je kan voorstellen niet oneindig groot is. En dan moet je zich toch kunnen handhaven. Dus de hond moet klein genoeg zijn om daarin te passen. Zich ook mogen kunnen keren, erin te kunnen bewegen. Maar ook om sterk en groot genoeg om het weerbaar beeld te kunnen stellen. Als jij er wel in past, maar vervolgens een snackje bent voor meneer de Vos of meneer Das, schiet natuurlijk niet op. Maar maakt het probleem alleen groter. Dan worden de roofdieren niet verwijderd, maar ben je ze eigenlijk aan het voeren. Zo gezegd. Kijk, er is natuurlijk ook een verschil tussen een jachtmethodiek waarbij ze de vossen juist uit willen jagen. Wat vaak met wittere terriers gebruikt gebeurde. Wittere terriers gecombineerd met drijvende honden, de vossenjacht, bijvoorbeeld met drijvende honden, met die roodjasjes op paard en met voetvolk en zo, echt zomaar 100 man achter één vos aangaan, met heel veel honden, misschien ook wel 100 of een paar 100 honden, dat is natuurlijk verschrikkelijk zware beproeving. En als ze dan zo'n
vos ondergronds was gelopen en werd hij er weer uitgejaagd dat ze weer door konden jagen door een vos te tellen. Het gaat er niet om efficiënt, hè? Roofdieren te stellen of uit te schakelen, maar eigenlijk voor mensen vermaak. En dat is een hele andere invalshoek dan de werkende terrier die probeert efficiënt het dier te stellen, wat dan eventueel nog kan verplaatst kan worden of anders in ieder geval uitgeschakeld kan worden in plaats van dat het zo lang mogelijk als een speeltje dient en daarmee bijna bezwijkt aan de hartfalen, wat er zo tot het uiterste beproefd wordt. Maar als ze dan zo'n witte hond al een terrier onderin gooiden om hem eruit te jagen, vaak met blaffen, die zorgt dus voor dat de hond de vos wel kon springen. Ja. En dan springen weer achtervolgd kon worden of eventueel geschoten of iets anders. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dat de hond die vastpakt en grijpt, zodat de prooi niet kan ontsnappen. Dat moet op gegraven worden, dat is ook veel zwaarder werk natuurlijk. De kans dat de vos op dat ontsnapt is natuurlijk veel kleiner. Dat hij ook een andere hol gaat, is ook veel kleiner, want dan kan het toch wel met een witte hond wel. Dan worden die ook veel minder gebruikt voor dassenjacht, zwarte harde honden. Maar ja, je moet natuurlijk wel er naartoe graven en er is een grote kans dat de hond sterft. Is dan de verwondingen die weer bij wild wordt op te leggen of is aan instortingsgevaar bijvoorbeeld. Dit is allemaal niet niks wat daar gebeurt. Ik neem dat wel even mee in de overweging waarom ook niet alle terriers even game zijn. Dat de game dus waar we het over hebben een andere factor is dan dat ze daadwerkelijk achter de prooi aangaan. Want achter de prooi aangaan is natuurlijk, als je de prooi als game ziet, dat klopt dat, maar het is niet per se dat ze een hele hoge mate van weerbaarheid beschikken. Even een korte noot. Ik hoop dat jullie er toch wat aan hebben gehad. Deze keer ook in Nederland. Misschien makkelijker te begrijpen. Ik wens je een hele fijne dag. Het regent hier echt behoorlijk. Je hoort het waarschijnlijk ook op de microfoon. Dus buiten is het niet echt per se superleuk. Maar ja, het geeft dan wel weer mogelijkheden om ook even verhaal te vertellen. Waar je misschien iets mee kan. Ciao.